Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Met wisselend bewolkt weer, met een paar buien op de Noordzee, die gaan het binnenland intrekken. Dat gebeurt in de loop van de ochtend al, als eerste dus in het westen en noorden. En geleidelijk breiden die buien zich wat verder uit. Een koude ochtend, maar daarna loopt de temperatuur nog wel wat verder op. Hoewel het frisjes blijft door een matige noordwestenwind. Het wordt maximaal 11 graden. In de loop van de middag wordt het in het noordwesten wat droger en dan zien we de buien vooral in het binnenland. Vanavond nog een laatste bui in het oosten en zuidoosten van het land. Daarna wordt het droog en klaart het steeds verder op. De wind blijft noordwest en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Komende nacht komt het kwikken in het zuidoosten dicht bij het vriespunt. Morgen dan een dag met temperaturen van 11 tot 13 graden. Wat stapelwolken in het binnenland, meer zon langs de kust. En de wind waait uit het westen, meeste wind in het Waddengebied, daar misschien krachtig windkracht 6. Dan dinsdag tijdelijk wat meer bewolking, maar aan het eind van de dag klaart het weer op. Woensdag een zonnige dag en ook donderdag hebben we veel zon. Tegelijkertijd zien we de temperaturen oplopen, donderdag wordt het 15 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl